De biovergister steekt hoog boven het landschap rond Witteveen uit. In de installatie worden uien, maïssnippers en andere natuurproducten vergist. Het gas dat daarbij ontstaat wordt in deze ruimte geschikt gemaakt voor het aardgasnet en zou daarna zomaar bij u uit het gasfornuis kunnen komen. Het project draaide dus al, maar goed, dan zit je in de proeftijd. En nu zijn we zover dat die officieel geopend wordt. Ja, het is de eerste agrarische aardgasleverancier van Nederland. En ja, goed, dat is natuurlijk wel iets bijzonders. De installatie kan genoeg groen gas leveren om 1000 huishoudens per jaar van gas te voorzien. Verwacht wordt dat in 2030 20% van het gas bestaat uit biogas.